Hallo. Sommige mensen kijken mij zo raar aan als ik aan het vloggen ben. Maar dit zijn dus allemaal mensen die overleden zijn aan corona. En dit is de grootste speelgoedwinkel van Londen. Van de wereld? Oké, jongens, dit is dus de ketting die wij allebei hebben gekocht. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog hier vanuit Londen. Ik lig nog lekker in bed en ik ben nog een beetje lekker aan het editen. Ik had gisteravond al wel gelukkig heel veel gedaan. En Ella is nu aan het douchen, maar we moeten een beetje opschieten. Want we hebben bij een restaurantje gereserveerd om te ontbijten. Het heet Coppa volgens mij. En dan zitten we onder of in de buurt van Tower Bridge. Ja, ik weet het ook eigenlijk allemaal niet. Ella had het geregeld ook, net als gisteren. Doet ze overigens fantastisch. Maar we gaan in een soort van iglo. Het is een soort van een iglo-vormig hutje waar we gaan ontbijten. En het is waarschijnlijk heel lekker. Ik ga eventjes opschieten en dan gaan we eruit. Hey! Maar goed, eventjes opschieten dus. En dan ga ik eruit, ga ik me omkleden. En dan gaan we richting Coppa Lounge. Of iglo, wat het ook was. Om lekker te ontbijten. Goedemorgen! Ben jij lekker je haar aan het doen? Ja. Wat zie je er fantastisch mooi uit weer vandaag, schatje? Nou jongens, ik ben ook even lekker omgekleed. En het is tijd om naar de Coppa Club heet het. En het is bij de Tower of London. En daar gaan we dus lekker ontbijten. En daarna gaan we gewoon lekker daar in de buurt lopen. Want je hebt daar ook de Big Ben in de buurt. Of zeg ik het helemaal verkeerd? De Big Ben? Nee, weet ik. Ik weet even niet zo goed hoor. Ik moet zeggen jongens, ik ben ook zo onvoorbereid heen gegaan. Ik weet eigenlijk helemaal niks. Ik niet. Ja. Ik laat het lekker aan Ella over. En ze doet tot nu toe fantastic. Het enige nadeel van deze kamer is het uitzicht. Het uitzicht is niet, is niet heel denderend hier. Oh jongens, mijn god. Het is min 3. Gisteren was het min 2. Min 5. Nee, gisteren? Gisteren was min 5 inderdaad. Is het tijdstif? Tijdstif. Oh jongens, het is min 3 vandaag weer. Ik dacht, ik doe er vandaag gewoon een shirtje aan met de jas. Maar het is wel ochtend, hè? Het is altijd kouder. Ja, dus... Oh, het wordt hier op een gegeven moment, rond een uurtje, wordt 0 graden. Weet je wat? Ik doe geen trui aan. Of ga ik dan de fout in? Je bent gek. Doe eens even wel een trui aan, gek. Ik wil die. Ja, die wil ik aan. Die wil ik aan. Nou, doe wel maar een truitje aan. Zo, ik voel het wel weer aan mijn oren, hoor, dat het koud is vandaag. Maar goed, we zouden eigenlijk met de Uber gaan, maar we gaan gewoon met de metro. Want de Ubers zijn hier best wel lastig met bevestigen en zo. Dus dan gaan we maar met de metro. Ja. Met de metro. Oh, daarom worden we kinderen, Vin. Wat? School. Hier? Is dit een school? Denk het. Oh ja, misschien. Ja, ik hoorde ook wel. Zeg maar, we hoorden de hele tijd kinderen schreeuwen in de ochtend. Maar het is dus blijkbaar een school hier. Ik weet niet of jullie het goed zien, maar deze winkel hier, dat is een Lamborghini winkel. Ja, het zit op de shop. Wat? Ja, het is echt raar dat je zeg maar midden in de stad heb je dan opeens een Lamborghini winkel. Ook geen hele, niet een winkelstraat of zo. Maar goed, we zijn weer bij de metro. Lekker. Ja, naar broodjes. Ik heb zin in een koffietje. Vanochtend toen ik bij je lag, ik dacht nog, ik ga je wakker maken, want mijn buik was zo hard aan het knorren gewoon. Oh, jij trek. Wat beter. Oh, doe maar even hier stikken. Jongens, dit is zo raar. Wij lopen dus elke keer aan de rechterkant, maar je mag daar dus gewoon niet lopen. Want hier rijden alle auto's natuurlijk ook links en loopt iedereen dan ook links. Ik heb nu al een paar keer gehad dat ik bijna zo iemand tegen iemand aanloop en dat ik denk van, hoezo ga je niet aan de kant? En dan lopen wij dus fout. Nee, maar wacht. Nee, we gaan goed. We moeten hier even kijken. We zijn nu bij South Kensington en we moeten hier naar Tower Hill. Deze metro is gewoon buiten. Oh, wat leuk. Toch? Ja, maar dan gaat hij tot daar weer naar binnen. Ja, maar dan gaan we gewoon naar binnen. Hoe gaaf, jongens. Ik weet eigenlijk niet hoe dit heet. The Originals of the Tower. Dit is denk ik een oud kasteel, gewoon een oud paleis. Wel gaaf, maar laten we eerst eventjes naar die hut gaan daar. Want we moesten daar 15:15 zijn. En het is nu ongeveer 15:15. Dus laten we daar maar eventjes heen gaan. Het is 15:15 bijna. Echt? Ja. Oh, het is 15:15. Dus we gaan zo wel eventjes kijken wat het nou precies is. Dat moet ik zeggen, zeg maar, ik weet normaal gesproken, bijvoorbeeld in Parijs weet ik wel hoe alle dingetjes heten en zo. Maar hier in Londen ja, echt totaal is, niet dat of zo. Omdat het gewoon echt van die toeristische dingetjes zijn. En dit, zeg maar hier, je kent de Big Ben, je kent de Londen aan. Ja, oké. Maar dat is het, zeg maar, dit soort... Maar dit was, straks zeggen wij dit nu. En zeggen mensen in de comments, oh, weet je niet eens wat het is? Maar dit ziet er wel gaaf uit, jongens. Nou, nee, ik weet het niet. Ik weet het ook niet.
Maar ik vind het altijd zo gaaf om dat soort oude gebouwen te zien en zo. Oh, dit is gewoon de Tower of London inderdaad. Ja, dit is... Is dit de Tower of London? Ja. Is niet een hele hoge tower dan, hè? Is niet een grote tower. Hier is het en hier zijn de iglo's. Het ziet er wel gezellig uit. Oh jongens, daar zitten we dan in onze eigen iglo. Ja, nou we hebben serieus de beste hoor. Ja, we hebben echt de beste, want kijk. Daar is dus de Tower Bridge. En dat is denk ik ook het hele leuke van dit restaurant. Dat je dus zeg maar kan eten met uitzicht op de Tower Bridge. Ik dacht, wat is het warm hier, maar hier zitten van die heaters in. Echt? Nou jongens, het ziet er gezellig uit. En hier gaan wij gezellig met z'n tweetjes lekker lunchen en ontbijten. Ja. Met tas. Die mag ook. Die tas mag ook mee lunchen. Nou, we hebben de lunchkaart en het ontbijtmenu gevraagd, want ja, het is nu bijna 12 uur, dus we kunnen eigenlijk net zo goed gaan lunchen. Nee, schat, het is een deelkaart. Of niet? Ja, geen idee, maar ik heb wel trek, dus laten we wel even een goed ontbijtje drinken. Gamba Stupiel. Gamba Stupiel? Ja, volgens mij hebben ze dat wel. Jongens, het is momenteel 11 over 11. Maar... Ja, dat betekent iets. Ja, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Maar we keken naar het ontbijtmenu en het is zeg maar bijna 12 uur en we gaan straks allemaal lopen. En het ontbijtmenu is best wel klein, bijvoorbeeld een pannenkoekje of een eitje en zo. Dus weet je wat we hebben genomen? Gewoon een hamburger. Straight to the point. Fuck it. En ik nog net tegen jou... Jij begon Londen met, laten we wel een beetje gezond eten hier. En ik zei net, ja, ik moet even iets beter gaan eten. Want bijvoorbeeld gisteren hebben we alleen maar poffertjes gegeten. Jij, ik. Ik, poffertjes en pizza. Gisteren hebben ze helemaal veel gegeten, maar net niks. Nee, ze hebben allemaal van die kleine gegeten, hapjes hoor. En zo. Het enige wat ik gegeten heb is een pizza en poffertjes en een broodje. Ja, nou ja, dat is dus niet veel. Dus we gaan lekker een hamburgertje erin klappen en een cappuccinootje. Hier. Leuk combi. Als je 11-11 erg vaak ziet, dan stuur je jezelf eigenlijk een herinnering vanuit je onderbewuste. Op deze tijden is je energie hoger en kunnen veranderingen sneller plaatsvinden. Ook is het een bevestiging dat je op de goede weg bent. Nou jongen. Ja, het is heel gek. Ik zie dat dus echt heel vaak. Als ik dan op mijn telefoon kijk, dan staat heel vaak gewoon 11-11. Ik zie echt zo vaak 15-08. Oh, dat weet ik niet. Ja, ik heb dus altijd 11-11. Ja, maar 15-08 is niet voor niks. Nou. Maar blijkbaar heeft het betekenis. Ik brood. Eerlijk gezegd geloof niet in. En watertje brood. Nee. Ik eerlijk gezegd geloof er niet heel erg in. Maar er zijn mensen... Zoals ik. Die er wel heel erg in geloven. Het ziet er wel gek uit. Lekker in de ochtend, ontbijtje. Oh, wat goed. Wat? Augurken ernaast. Vind je dat fijn? Oh. Hoef ik niet te weer te ontleden. Nou jongens, wij gaan even lekker eten. Wij hebben lekker gegeten en we hebben tussendoor even opgezocht wat het nou precies was. En jij weet het is? Haarbemond. Opnieuw. Nou jongens, weet je hoe vaak het trouwens... Ik ga dit er gewoon inlaten. Nee! Weet je hoe vaak het is dat, je zeg maar, dat ik iets wil zeggen en dat ik het overnieuw moet zeggen omdat ik gewoon me verspreek of zo? Nee, maar gisteren... Heb je dat erin gelaten? Dat weet gisteren niet. Dat ja, jij... Dit is je tand hier. Wil je dat er wel uit halen? Ik vertel het wel even... Ik vertel het wel even zelf. Hier, dit is zeg maar het oude paleis gewoon. Dus hier zeg maar, dit is vanaf 1500 of zo, toch? Nou goed, dit is vanaf 1500 en hier liggen ook sommige kroonjuwelen en zo. Interessant. Is het weg? Ja, het is weg. En kijk jongens, daar is de Tower Bridge. Het ziet er wel echt vet uit. Oh wow, we zien hem inderdaad echt goed nu. Ik zat er wel niet op te letten. Jezus. Nou, we gaan even verder lopen. Ik ging nog even vertellen, voordat deze blooper... Voordat deze blooper kwam. Dat Finn ook heel vaak zijn camera pakt. En dan gewoon echt 3 minuten zo staat. En dan zie je hem gewoon een error krijgen, zeg maar. Ja, soms dan sta ik echt zeg maar zo. En dan is het echt zo van... Wat wil ik ook weer zeggen? En dan is het... Oh ja, en... Ja, maar goed. Ja, hè. Het is allemaal improvisatie. Het komt gewoon uit. Het komt zo uit. Pof. Creativiteit in één... Huh? Wat wil je zien? Oh. We zijn natuurlijk in Londen. Dus laten we even heen kijken. Hé, hey, je stond. Oh, dit ziet er wel heel gaaf uit, jongens. Kijk, inderdaad gewoon een strand, joh. Handdoekje neerleggen, lekker bij de meeuwen zitten. Lekker zwemmen in de Theems. Zo jongens, ziet er wel echt dik uit. Ik weet niet wat ik heb, maar ik vind oude gebouwen en gebouwen met gewoon een geschiedenis vind ik altijd gewoon gaaf. En ik vind dat altijd toch heel interessant. Op de middelbare school vond ik geschiedenis ook altijd leuk. En heeft het een leuke geschiedenis? Nou, ik kan niet lezen, want het is of hier Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, oké, Duits... Pools? Geen idee. Je hebt toch ook gewoon Engels? Nou, er staat er toch niet op, of zie jij het wel? You can see the White Tower and the heart
Ja, maar is of dit fortress. Of dit dan? Weet ik niet. There are layers of defense were added to the tower over the centuries. Maar kijk, zo zie je het dus, jongens. Het was dus gewoon een paleis, een fort, zeg maar. Wat gaaf! Het gaat alleen over het meer. Huh? Waar is het meer dan? Ja, dat is toch nu weg? Dat hebben ze toch niet meer nodig? Oh. Mafkees. En nu lopen we er opeens op. Fantastisch. Fantastisch mooi. Fantastisch, ja. Tower Bridge. Je hebt hier in Londen trouwens zoveel dikke auto's. Het staat helemaal vol met Bentleys, Rolls Royce. En nu ook hier. Kijk. Een SVR. Ik kijk mijn ogen uit, jongens. Het is niet normaal. Wij zijn in Londen. Hallo. Sommige mensen kijken mij zo raar aan als ik aan het vloggen ben. Maar weet je? Fuck hun. Ben je klaar? Dan gaan we verder. Nee, die moet natuurlijk wel mee, want anders wordt hij gestolen. Echt een lijp gebouw, jongens, hier zo. In het midden van Londen. Ja, lijkt net Dubai inderdaad. Maar ik weet niet zo goed wat het is. Waarschijnlijk zijn het gewoon kantoren. Wel gaaf, stel je zit helemaal bovenin daar met je kantoor. Een taxietje is zo leuk. Ja, dat vind jij leuk, hè? Wil je een keer met zo'n taxi? We gaan nog wel ergens dit weekend met die taxi. Ja. Dat moeten we wel hebben gedaan. Kijk eens even wat een leuk café, jongens, daar op de hoek. Dat ziet er echt heel schattig uit. Echt zo'n oud Engels café. En als je dan uitzoomt, woep. Allemaal mooie nieuwe gebouwen. Die vrouw die heeft een kat vast. Kijk dan. Dat is schattig. Oké, jongens, ik ben benieuwd. Want je kan dus hier inchecken. Je hoeft net met een OV-kaart, maar hier kan je het gewoon met je Apple Pay doen. En net voor een ritje van misschien 10 minuten had ik €23 betaald. En we hadden even nagevraagd en dan zei van, nou ja, het hoort gewoon normaal 2,60 te zijn of zo. Dus als ik nu ga uitchecken, kan ik zien hoeveel het gekost heeft. En ik hoop niet dat het nu weer fout is gegaan. Dat zou kut zijn, want het heeft maar €40 gekost om 2 keer met de metro te gaan. En dat willen we niet. Oké, ik mag naar buiten. Nu ben ik benieuwd. Nog niks. Ik doe alles verkeerde. Jij ik weet het niet. Mazzel ook gewoon. Ik weet het niet. Ja, maar straks, misschien moet het nog een beetje. Nee. Wat wil je zeggen? Daar is de Big Ben. Dat is niet de Big Ben. Nee. Ja, waar moeten we eigenlijk heen? Ja, ik weet niet. Jij loopt. Nou ja, ik stapte gewoon de tram in, maar we zijn dus onderweg naar de. Hey, oh nee, huh? Nou, laat maar. We gaan wel eerst even zoeken waar we heen willen. We zijn dus op zoek naar de London Eye en de Big Ben. Want die zijn bij elkaar in de buurt. Maar volgens mij... Niet rennen straks. Schat. Kijk eens even. We hebben gewoon weer een soort van kerstmarkt gevonden. Nou, heb jij eens even geluk. En als het goed is... Kijk eens eventjes wat daar is, jongens. Even kijken. Ja... De London Eye. Alleen we gaan er niet in. Nee. Nee. Waarom eigenlijk niet? Ja. Dat vind ik eng. Vind je dat echt eng? Ja. Nou, we gaan er niet in, want Ella vindt het eng. Het is ook nergens. Ja, en het duurt volgens mij heel lang. Volgens mij duurt het echt een uur voordat je boven bent, toch? Omdat je het moet stoppen en zo. Ja. Maar, weet je wat het is? In ja, mijn woorden. Wat wil je zeggen? Moet ik jou helpen? Wat wil je zeggen? In het pretpark of zo durf ik wel ergens in. Ja, maar je vindt het eng. Ja. Maar dit staat er ook al jaren. Ja. Ja, daar staat het er al. Jawel, maar ik vind het ook gewoon leuk. Wat zeg je allemaal? Nou, dat is mijn mening. Zo zien jullie hem even goed. En hij is best wel groot. Jezus. Boah. Ja, hij is wel hoog. En kijk eens wat we hier hebben, jongens. De Big Ben. De London Dungeon. Wil je daarin? Ken je dat? Ik ken de Amsterdam Dungeon. Het is hetzelfde, maar London Dungeon is enger, volgens mij. Maar ik weet zeker, daar mag je sowieso niet met kamer in. Nee. Moeten we weer terug naar het hotel. We zijn weer eventjes dichterbij gegaan en nu ook zonder dat tegenlicht. Nou, nog steeds wel een beetje. Maar het ziet er wel gaaf uit door jongens, die brug. Weet je waar ik dus altijd aan moet denken? Aan de videoclip van Stormzy van Vassibab. Ik weet niet hoe die het voor elkaar heeft gekregen. Maar hij staat dan in zijn eentje op deze brug zonder dat er ook maar één auto rijdt. Daar moet ik nu aan denken als ik hier sta. Holy shit jongens, moet je eens eventjes kijken. Ik dacht eerst eigenlijk, toen ik hier liep, dacht ik van, oh, dit zijn allemaal mensen die gewoon een hartje hebben getekend. En weet je wel, net als een slotje dat je samen in je naam erop zet. Maar dit zijn dus allemaal mensen die overleden zijn aan corona. Dat staat hier wel. Kijk hier, de National COVID Memory Wall. Echt lijp. En dat gaat helemaal door tot aan achter. Wel bizar. Dan kom je er dus inderdaad achter hoeveel mensen toch ook inderdaad overleden zijn aan corona. Dat besef je eigenlijk helemaal niet, hè? We zijn nu onderweg naar Oxford Street. Want Ella zegt dat daar ook allemaal leuke winkels zijn. Is dat die ene kerststraat die je bedoelt? Nee, dat is Carnaby. Oh, daar moeten we ook heen. Carnaby, kom bla bla bla. Bitch, Carnaby. Maar daar komen we vandaan. Ja. Ik wil nog
gelopen heb. Ja. Nou goed, op naar Oxford Street, jongens. En kijk, we lopen dus nu over de brug naar de Big Ben toe. Ziet er wel gaaf uit. Maar Stormzy staat dan echt hier midden op de weg en dan loopt helemaal niemand. En er rijden geen auto's. Ik heb geen idee hoe dat is gefixt. Kijk even. Zieke Maserati. Oh, wat een geluid, hé. Oh, er staat hier dus zo'n wachter op een paard. Kijk, wat leuk. Hij kijkt niet heel vrolijk. Hij kijkt niet bepaald vrolijk als je zo kijkt. Oh, kijk, ze zo staan. Ja, ze mag niet aan hem zitten, hè? Nee, dat niet. Maar besef even, hè. Deze jochies zijn 17, 18. Ja, het zijn jonge jongens. Zit je dan op zijn paard? Ja, heel erg. Zo, kijk, iedereen hier foto's maken, joh. Ik heb wel eens filmpjes gezien dat mensen bij zo'n wachter hem gaan uitlokken. En dat ze bijvoorbeeld het paard gaan aanraken. En dat zo'n wachter echt precies van echt, zeg maar, het bloed onder de nagels haalt. En dat zo'n wachter dan heel hard gaat schreeuwen. Wat is zo? Keep this from the Queen's Guard. Wat schreeuwen ze dan ook weer? Heb je dat nooit gezien? Nee. Oh, nou dan wordt zo'n wachter, die wordt dan zeg maar helemaal gek gemaakt. En dan zegt hij, keep away from the Queen's Guard. Volgens mij is dat het, ja. Maar ik ging er net even naast staan voor een foto. Maar dat is toch, zeg maar, je ziet dan die guys op kijken en dat paard, dat is toch spannend nou, ofzo. Die andere guy, die jongere guy, want jij stond net bij een oudere. Ja. Die jongere zat echt in zijn ogen gehit zo. Ja, je ziet het niet. Ja, nee, die zat, dus een andere, die zat dit zo, en dan stond een vrouw en die deed dit zo. Zo, omdat die vrouw te dichtbij kwam en hem bijna aanraakte. Maar volgens mij, als hij dan wordt aangeraakt, is het keep away from the Queen's Guard. Nou, weet je hoe zwaar dat is? Zij hebben de hele tijd, moeten ze zo met zo'n zwaard zitten. Ja. Die houden ze dan zo op hun schouder. Ja. Ja, dat is best pittig. Ja, jeetje. Dus het moet niet gekker worden, je hebt hier gewoon weer zo van kerstmarkt. Wij gaan eventjes een warme chocolademelk halen. En een krauter. Je kan hier ook weer braadworsten halen, kijk dan. Ze doen hier gewoon echt Oostenrijk en Duitsland na, joh. Hier, krauter, braadworst. Wat gezellig zo hier. En kijk eens wat een mooi uitzicht, jongens. Ik vind dit echt een heel mooi plein. Daar op de achtergrond zie je de Big Ben nog. Dat was een hele mooie straat. Het ziet er echt heel vet uit. Mag ik nou wat zeggen? Ik denk niet. Zullen we dat halen? Wat? Kom maar mee. Ja, kom maar mee. Ik weet dat ik door jou heen praat, maar het is moeilijk, want je praat ook veel. Zullen we dit halen, kijk. Wil jij zo'n aardbeienstokje met chocola? Ja. Nou, ga maar bestellen dan, hè. Lekkere warme chocolademelk. Wat gooi je daarna? Huh? Zout. Zout. Dat mensen niet uitglijden. Maar het is wel echt lekker. Wat ik net filmde, zeg maar die chocoladefontein, daar nemen ze dan zo'n schepje van. Dat gooi je in zo'n beker. Heb jij dat gefilmd? Nee. Maar goed, ze namen dus een schepje chocola van die fontein. Dat deden ze hierin en toen gingen ze het roeren en dan werd het lekker, dan werd het waterig. Dat was wel lekker. Jongens, we hebben dit even niet aangeraakt, maar de warme chocolade is helemaal bevroren al. Hij is helemaal hard geworden. Nou, de chocomel was overheerlijk en nu zoeken we de winkelstraat. Oh nee, we moeten daarheen. Oh, ik vind dat zo'n lekker geluid. Ja. De politie hier heeft echt zo'n lekker geluid. Wat je volgens mij ook in New York hebt. Zo. Woeie. Ja? Ik heb een blaar. Heb je een blaar? Ja, maar echt kut. Gewoon hier. Oh, dat is niet best. Oh, daar gaat hij weer. Hier, dat geluid is lekker, jongens. Ja, dit is zo handig, jongens. Dat Google Live View. Is dit de eerste keer dat je dit doet? Ja. Moet hier naar rechts? Kijk eens wat een mooie straat, jongens. Echt, echt heel lijp. Al die gebouwen lopen in een mooie cirkel zo. Met mooie lampjes. Ja, die lampjes komen op beeld niet zo goed over, maar in het echt is het echt mooi. Het is wel echt gaaf voor al die mooie gebouwen zo. Maar dit is dus de Regent Street. En dit kwam me heel bekend voor, die naam. Regent Street. Dat is toch ook bekend? Ja. Sorry, ik ben even aan het focussen op naar de overkant komen. Ja, dat blijft heel gek. Dat je inderdaad hier naar links en rechts... ze hebben het wel op de grond gezet. Staat er look right, look left, als je bij een stoplicht staat. Kijk jongens, het is nu alweer wat donkerder. Maar kijk, nu zie je inderdaad al die lampjes. Kijk dan. Dat vind jij leuk, hè? Ja! Dat is wel echt leuk, jongens. Nu met kerst inderdaad, dan is het in de avond is het allemaal lekker leuk belicht en zo. Kijk dan, als je die straat ook kijkt. Ja, oh, weet je wat zo'n zon is? Ik had eigenlijk gewoon nu ook nog die andere lens moeten nemen, die zoomlens. Dan had je echt hele vette beelden kunnen schieten van deze straat. Want kijk, dat is het enige nadeel van deze wijde lens. Het komt gewoon niet zo goed over op beeld. Maar het is echt heel mooi. Kijk, dat vindt zij ook. Dit meisje vindt dat ook heel mooi. Die is namelijk aan het filmen. Ja. En nu zijn we bij Hemleys. En het is de grootste speelgoedwinkel van Londen. Van de wereld? Weet ik niet. Maar ik denk het wel. Ik denk ook van Londen. Maar we gaan eens naar binnen.
ziet er wel gek uit allemaal. Ik zie allemaal bellen en zo. Een hamstertje. Kijk die man daar ook. Kijk, let op. Kijk. Dat is mij dus echt nog nooit gelukt. Wow, ik kon er net in je hoofd aan. Zo. En bellen en zo, wat is dit voor gekke winkel? Ja, ik zei het, dat is fucking leuk. Ik denk dat als jij een kleuter bent, dat je echt helemaal gek wordt. Ja, de laatste keer dat ik hier was, denk ik 6 jaar geleden, toen vond ik dit echt... Ja, dat snap ik. Maar ik vind het nu nog steeds leuk. Wat een zieke speelgoedwinkel zit, hè. Ella wordt wel helemaal een klein kindje. Nou goed, zo schat. Ella en ik hebben dus laatst in Creta alle Harry Potter films gekeken. En hier heb je dus gewoon een hele Harry Potter kelder met alleen maar Harry Potter spullen. Kijk. En Hagrid. Ik durf hem niet aan te raken. Oh, grote Lego wagen. Is hij echt zo groot? Ja, denk ik wel. Dus... hij bestaat niet eens, dus je weet niet of hij echt zo groot is. Ah. Staat wel hoor. Holy shit jongens, je kan hier dus alle stokken kopen. Ik wil de zegevlier. Maar dit is van hier, die is van Albert Perkamentus. Hier, Dumbledore. Van Harry Potter. Ja, willen we die ook? Die is van hem. Dit is wel echt heel gaaf. El, zet maar terug. Nee, we gaan Dobby niet mee naar huis nemen. Ik weet dat je fan bent van Dobby, maar zet mij even terug. Hij zegt helemaal niks, zo kan ik het ook. Ik krijg echt te veel prikkels hier. Ja. Er rijden allemaal werknemers met van die karretjes rond. Er vliegen drones daar in de lucht. Carnaby Soho, dit is ook een gezellig straatje. Kijk eens even. Dat vind je ook leuk, hè? Dit is de kerstbuurt, kerststraat. Dit is de kerstbuurt. Ja. Kijk eens wat leuk, jongens. Ik moet zeggen, wat is dit? Je kunt maar Jordans kopen, El. Ja. Oh, hier wil ik even kijken. Zo, het is hier wel grappig allemaal met die lampjes. Wat? Nou, als je dit... Oh, jezus, ja. Kijk. Er hangen allemaal sneeuwpoppen en zo. Kijk eens joh, daar hangt daar gewoon een kerstman. Kom eens naar beneden. Kom eens naar beneden komen. Nee jongens, deze straat is wel echt heel leuk versierd. Het loopt helemaal door tot achter. Met alleen maar lampjes. En hier ook helemaal. Leuk hè? We hebben Oxford Street gevonden na 4 uur. Oh ja, we waren op zoek naar de Oxford Street. En dat is dus hier. Maar deze, ik vond de Regent, dit vond ik ook wel heel leuk. Ja, dit heet dus de Regent Street. Het verklaart ook wel wat zo druk is nu. Ja, iedereen gaat hier natuurlijk heen. Waarschijnlijk is dit echt de plek waar je naartoe... Zo. Kijk dan wat drukte, jongens. Oeh. Nou, we hebben nog maar veel... Maar welke hand moeten we nou op? Want man, anders... Allebei. Gaan we daar beginnen? Ja, we gaan daar beginnen. Holy shit, jongens. Moet die hele straat nog aflopen. Jongens, we zijn dus nu in een winkel en we hebben 2 hele leuke kettingen gekocht. Het is volgens mij wel een vrouwenmerk. Maar ik heb er één gekocht. Hij stond je echt goed. Jij hebt er één in goud en ik heb er één in zilver. Maar we laten, als we straks terug in het hotel zijn, dan laten we ze wel zien. We hebben dezelfde ketting. Jongens, we staan een uur in die winkel om af te rekenen. We wilden allebei dus een heel vet kettingtje. Die met hetzelfde logotje, maar ik zilver en Ella gouden. Alleen ze mogen hem niet. Verdomme, in Nederland ook al naar op zoek. Ja, maar ze mogen hem niet verkopen. Omdat ze kunnen niet vinden wat de prijs ervan is. En de manager en zo weet het ook allemaal niet. Dus ze kunnen hem niet verkopen. Helaas. Dus misschien morgen. Want ze gaan het checken bij andere winkels. Nou, dat is ook niet leuk, hè? Nee. Nou, dan gaan we maar eten. Hey, maar zit hier dan niet gewoon een Vivienne Westfield winkel? Weet ik niet. Wat is het merk trouwens? Vivienne Westfield. Vivienne en Westfield. Ik ken het niet. Westwood. Maar het was... Oh, Westwood. Maar het was echt een vet kettingtje. Oké, jongens, goed nieuws. Wat was het merk nou? Vivienne en Westwood. Oké, Vivienne en Westwood. Dus het is blijkbaar hier een winkel met alleen maar die kettingjes. Dus dit was zeg maar niet de winkel van het merk zelf, maar gewoon een winkel met allemaal verschillende merken. Maar er zit dus zo'n winkel hier op 500 meter afstand. Dus we gaan gewoon daarheen en dan gaan we kijken of het kettingje van Ella er wel is. Ja. En anders ga jij huilen. Nee hoor. Dat ga ik wel op mijn kop staan. Waarom? Ik ben dood. Oh. Jee, je hebt hem. De allerlaatste, hè? Ja, de allerlaatste. Heb jij eens even geluk. We hebben er ook een voor mij gevonden. Ik heb er een in het zilver. Ik dacht, nou, misschien wil ik hem niet. Maar dit is dus een mannenwinkel. En hier hebben we dus, heb je dus het ketting. Die ene net, die was heel kort. Die zat zeg maar tot hier. Ja, en nu deze heb ik een zilver bij die je hier komt. Dus dat is perfect. Ja. Dus ik heb er ook een. We gaan straks in het hotel laten zien. Ja. We hebben de hele dag door de stad geslenterd en gewandeld. En nu is het tijd om lekker naar het hotel te gaan en te eten. We gaan eten, hè? Ja. Lekker pot. Zo, en nu zijn we aangekomen in de Burberry winkel. Jij hebt al een sjaal om. Nu ik nog. Wij gaan morgen dus kerstcadeaus voor elkaar kopen, zonder dat we weten wat we gaan kopen. Ik denk dat ik hier voor jou niet ga winkelen.
Schat, ik denk dat dit wel leuk is voor als je naar Sam gaat. Leuke regelaars. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, vind ik leuk. Hoeveel zou het kosten? Veel te veel. Waarschijnlijk inderdaad echt iets van 1000 euro of zo. Zo, deze Burberry winkel is wel echt lijp groot, hè? Niet normaal. Dat vind ik wel zo vet aan dit soort stadions. Dat de winkels hier ook zo groot zijn en je hebt hier echt alles. En dan van elk merk ook weer echt een fucking grote winkel. Kijk, het hotel is mooi verlicht, zo 's avonds. Maar goed, we zijn er weer. Oké, jongens, dit is dus de ketting die wij allebei hebben gekocht. En laten we maar gewoon zien. We hebben allebei dezelfde, alleen Ella heeft zeg maar een kleiner dingetje genomen. Goud, heb ik. En goudkleurig en ik heb een zilverkleurig. Het is dus, kijk, zo zien jullie het goed, jongens. Het is dus een ketting met een vet, ja, wat is het? Wat is dat? Gewoon een vet logootje, een soort van planeetje met een kruisje en een dingetje eromheen. Ja, ik weet het niet, jongens. Kijk, Ella die heeft dus een gouden. Kijk, Ella heeft dus een gouden. En met precies hetzelfde tekentje. Alleen, ik kende het merk totaal niet eigenlijk. Ella wel. Ja, ik wilde die ketting al vet lang. Maar in Nederland hebben ze hem gewoon nergens meer. Ja. Dit is die Grace en die hebben ze dus nergens meer in Nederland. En wat is het voor merk? Wat is? Vivienne Westwood. En ik had hem dus om in een winkel. En ik dacht, ik vind dit eigenlijk heel vet. Ik draag bijna altijd gewoon een zilveren ketting. En hier zitten ook kristalletjes in. Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon vet. Ja, kijk. Dit is hem. Ja, je ziet het niet heel goed. Maar er zitten dus ook kristalletjes in. Yes. En ik heb dus een zilveren en Ella... Die heeft een gouden. Samen. En een cookie. Ja, oh. We hebben echt niks gegeten vandaag. Nee, we hebben nog niks gegeten vandaag. Oké, nou. Ook ik zeg weer vanochtend. Ja, waar hadden we het nog vanochtend over? Geen koekjes meer eten. Ja, we hadden het er vanochtend nog over. Ik zei niet dat we niet moesten gaan eten. Nee, dat is waar. We hebben echt 7 uur niks gegeten. Ja, we hebben het echt niet goed eigenlijk. Maar we waren de hele tijd aan het rondlopen gewoon. Maar het is momenteel 8 uur. Dus wij gaan eventjes, ik ga gewoon even op internet kijken of er leuke restaurantjes zijn in de buurt. En dan gaan we erheen en gaan we even lekker eten en we gaan een wijntje drinken. De eerste dagvlog hier vanuit Londen, die is al een tijdje geleden online gekomen. Maar ik heb precies zoveel leuke reacties van jullie allemaal. Dat jullie allemaal zeggen van, ik vind de dagelijks vlog echt veel leuker. Omdat je, ja, ik kan dan gewoon de hele dag vloggen en eindelijk goede content. En dit is wat we willen zien en allemaal dat soort leuke dingen. Dus... Klinkt heel zielig, eindelijk goede content. Nee, ja, maar iemand reageerde die zei van, eindelijk gewoon een content met inhoud. Maar dat is natuurlijk ook zo. Kijk, als je een dagelijks vlog, dan zit er inhoud in. Dan nemen we zeg maar jullie de hele dag mee. En dan kan je het ook helemaal volgen. En dan ga ik ook alles filmen. Met een weekvlog, dan ga ik zeg maar meer kiezen wat ik wel en niet film. Waardoor dat soms zeg maar dan heel inhoudloos wordt. Maar nu, ik moet zeggen, ik vind het zelf ook altijd heel veel leuker hoor. Maar het lastige van dagelijks vloggen is dat je dus elke dag wel... iets leuks moet doen om te filmen. En daarom ben ik gaan vloggen hier in Londen. Omdat ik weet gewoon dat ik gewoon de hele dag lang... gewoon lekker alles kan filmen. Daar gaan we lopen, hier gaan we lopen, weet je wel. Dus dat is gewoon veel makkelijker natuurlijk hier op vakantie. Maar goed, wij hebben net even een restaurant gereserveerd. Echt een fucking leuk restaurant volgens mij. Op Google zag het er goed uit. En ik zag al, je hebt er heel lekker vlees. Dus ik denk dat het een stukje vlees wordt. Met een cocktail. Want ik heb zin in een lekker cocktailtje. Wat ben je aan het doen, El? Vertel eens even je struggles. Misschien zijn er vrouwelijke kijkers die jou kunnen helpen bij deze struggle. Nou, altijd als je dus jezelf ziet op zo'n spiegelbeeld dingetje. Dan word ik helemaal onzeker. Nee, maar je scheiding zit recht. Nou ja, het zit niet recht, maar kan niet recht. Maar mijn wenkbrauw, waarom is deze wenkbrauw een halve kilometer hoger dan de ander? Waarom heeft God dat mij aangedaan? Jij bent super knap. Nee. Niet iedereen is recht en perfect, poepele poepoe. Nou, zo. Want niemand is recht en perfect. Behalve ik natuurlijk. Dan moet jij wat mij zeggen, idioot. Nee. Was een grapje. Jij kan me echt onzeker maken af en toe. Hoezo? Omdat je altijd zegt dat ik dik ben en... Helemaal niet! Jij komt naar mij toe, jij zegt vervolgens tegen mij... Oh, ik ben echt dikker geworden, zeg het dan maar. En dan zeg ik, nou ja, misschien een beetje. Nee, jij zegt altijd als ik dan zeg... Oh, zullen we hier eten of hier eten? Dat is dan... Altijd, ik heb het toevallig nu 1 keer gezegd. Zeg dan, nee. Moeten we dat wel doen? Ja. Dat was 1 keer. Nou, de afgelopen 3 dagen heb jij alleen maar gezegd... Oh, zou je dat wel doen? En dan staat er zo'n curvy model, staat er dan. En dan is het, oh, hier, daar kan jij aan. Helemaal niet. Ah, ja, maar dat komt omdat ik jou alleen maar probeer te pushen, omdat jij het zegt. Wat? Hoezo? Probeer te pushen om te gaan sporten. Nee, weet je wat jij tegen mij zegt? Jij zegt tegen mij, oh, ik ben echt dik geworden. Dat zeg je zelf.
Ook als je in de spiegel staat, wat het niet zo is. Maar jij wilt in januari weer flink gaan sporten. Dus het is alleen... gaan we weer hardlopen, hè, man. Ja, dus dat is motivatie. Terwijl ik vind je mijn moeder niet gaat mee, hè, naar de sportschool van 1 januari. Dat geloof ik niet. Wel. Je bent helemaal niet dik. Ik heb mezelf opengekrapt. Ik kijk hoe zielig ik ben. Schatje, je bent perfect zoals je bent. Nee. En je bent een super knappe vrouw. En daarom hou ik van jou. Oh. Kom, we gaan. We moeten er vandoor. Heb ik al gezegd dat ik jou fantastisch mooi vind? Nee, nog nooit. Over even het vorige gesprek, hè? Nee. Foei. El, we moeten gaan. Let's go. Ella die heeft nog steeds niet helemaal door dat als je bij een weg aankomt, dat je juist de tegenstelde richting moet kijken. Ja. Vorige keer ook zo loop ze zo door. Oh, nee, ik kom niet aan. Gewoon een fucking grote rode bus. Pas op. Straks word je aangereden en dat willen we niet. Ja, dan ben ik dood. Dat willen we niet. Jongens, we zitten nu echt in een heel leuk restaurant. We kwamen aan en de ingang was super klein. Heel smal ingangetje. Ja, echt een soort van zijsteegje. Ja. En dan ga je een hele grote lange trap naar beneden en dan kom je hier terecht. Maar we hebben echt een super leuk tafel met een schattig lampje erbij. En ja, het ziet er goed uit. Ik denk dat het een goede keuze is geweest. We hebben lekker een fles wijn besteld. Lekker een stukje vlees gaan we zo bestellen. Nou El, op het eerste wijntje van de avond. Proost. Oh. Daar ging het mis. Ja, de man mag ook meedoen. Oh, we hebben een Chateaubriand besteld voor met z'n tweeën. 600 gram. Oeh, lekker, lekker, lekker. Zo jongens, we hadden een drietje besteld, maar we wisten niet hoeveel ze zijn. Maar dit is best wel... Dit is best wel veel. Nou, lekker zeg. Zo jongens, wij hebben lekker gegeten. Alleen, we zoeken nog ergens een barretje waar we even een cocktailtje kunnen drinken. Maar het is een beetje, volgens mij lopen we hier niet op een goede plek. Ja, misschien een straatje zo meteen. Oh ja, misschien. Nou, en als we geen barretje meer kunnen vinden, gaan we lekker naar huis. Want het is zo 's avonds, het is nu bijna 12 uur. Het is echt koud buiten, jongens. Ik zeg inderdaad steeds, we gaan naar huis. Ja, we gaan naar het hotel. Ja. Ja, naar huis. Dat is mijn thuis. Is mijn thuis voor een weekendje. Moet je nagaan hoe snel ik me al thuis voel ergens. Ja. Nou jongens, het is toch de hotelkamer geworden, want we hebben geen bar meer gevonden. En misschien ook maar beter ook. Het is 12 uur, lekker tijd om het bedje in te gaan. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zien jullie morgen bij een gloednieuwe Londenvlog. Later!